Jongens en meisjes, hier komt de muziekles voor thuis. Hallo allemaal, hallo allemaal, fijn dat jij er bent. Hallo allemaal, hallo allemaal, fijn dat jij er bent. Ai, 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 fijn dat jij er bent. Ai, 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 fijn dat jij er bent. Vandaag zing ik met jullie een lied over een dier. Over dit dier. Zie je het al? Wat is dit voor een dier? Dit is een kip. Heel goed als je het wist. En een kip is een vrouwtjesdier. Een vrouwtje. Nou heb je ook een mannetjeskip. Maar die heet geen kip. Die ziet er zo uit. Een mannetjeskip. Hoe heet die? Een mannetjeskip heet een haan. Dit is een haan. En die heeft zo'n hanenkam en een lange staart. En als het kip een kindje krijgt, een babykip, dan ziet hij er zo uit. En hoe heet zo'n babykip? Het kind van een kip heet een kuiken. Dit is een kuiken. Heel goed. En zie je dat? Dat kuiken zat eerst ergens in. En daar is die uitgekomen. Waar is het kuiken uitgekomen? Het kuiken komt uit een ei. Kijk, en dit is een heel nest met eieren. De eieren. En daar komt een kuikentje uit. En als het kuiken groot is geworden, dan weet je of het een mannetje was, of dan wordt het een haan. En als het een vrouwtje was, dan wordt het een kip. En dan legt de kip weer een ei. En dan komt er weer een kuiken uit. En als die groot wordt, dan weet je weer of het een haan wordt, of een kip. En dan legt de kip weer een ei. En zo gaat het maar door. Nou, daar gaat het lied over. Ik zing hem voor je voor. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Snap je hem nog? Ik doe hem nog een keer. Even alles pakken. Ja, daar gaan we. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Kun je al meedoen? Doe maar met me mee. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Had je? Nou, ik hoop dat het lukte. Met de plaatjes was het goed te doen natuurlijk, hè? Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Nou ben ik benieuwd. Als ik nou niks zeg, kun jij dan het woord zeggen? Dus het woord kip of het woord ei of het woord haan of het woord kuiken. Vier keuzes. Ik laat hem nog wel zien met het plaatje. Maar ik zing het woord niet meer mee. Dus als ik stil ben, moet jij het woord zingen. Afgesproken? Uit een komt een.
uit een, komt een. En dat wordt een. En dan begint het weer van vooraf aan. Oeh, ik had een beetje moeite met de blaadjes. Zullen we hem nog een keer doen? Lukt het al? Daar gaan we. Doe maar mee. Uit een, komt een. Uit een, komt een. En dat wordt een of een. En dan begint het weer van vooraf aan. Ik hoop dat het lukt. Nu doe ik geen plaatjes meer, maar jij zingt wel het goede woord. Uit een, komt een. Uit een, komt een. En dat wordt een of een. En dan begint het weer van vooraf aan. Lukte dat ook? Zonder dat je de plaatjes zag? Oké, misschien kunnen we nou wel het hele lied doen. En dan zing ik gewoon helemaal niet meer mee. Denk je dat het lukt? Ik zal wel een beetje playbacken. Komt ie. Erbij. De kip doen we zo, met de vleugels, alsof je een kip bent. Het ei maken we met onze handen, een ei. Heel groot ei, juist. Het kuiken heeft nog niet van die grote vleugels, dus het zijn nog kleine vleugeltjes. Kuiken. En de haan, dat liet ik net op het plaatje zien, die heeft zo'n mooie hanenkam. Dan doen we zo onze hand boven je hoofd, hanenkam. En hij heeft een staart. Dus doe je hand ook maar achter je rug, alsof je een staart doet. Ja? Nou, moeten we die dieren dus met die uitbeeldingen op het liedje gaan doen? Nou, dat wordt spannend. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip, die hadden we al, kip, of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Ja? Nou, we gaan hem doen. We oefenen hem 3 keer met de piano erbij. Daar gaan we. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip. Of een haan en dan begint het weer van vooraf aan. Lukt het of ging het nog een beetje snel? Als je het nog te moeilijk vindt, kies je 1 beweging. En dan doe je alleen die. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan en dan begint het weer van vooraf aan. Lukken het met 1? Misschien kun je er al 2 mee doen. Of allemaal. Kies maar. Uit een kip komt een ei. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Nou, ging het goed? Het is een leuk lied, hè? Ik heb er nog iets bij bedacht. Als we nou niet bij de woorden een beweging maken, maar een geluid. Nou heb ik allemaal instrumenten thuis. En die heb jij denk ik niet. Misschien wel, dan is het leuk. Maar als je dat nou niet hebt, kies dan iets uit je huis waar je een geluidje mee kan maken. Bijvoorbeeld, tik op de tafel. Of hand op je knie. Of klappen. Of je mag van je moeder en vader een potje zout gebruiken om te rammelen. Of je kan met een houten lepel op een pan of op een deksel of op een beker die niet kapot kan gaan. Nou, verzin maar eens wat. Ik heb nu voor de kip de mini Dabuka. Deze.
En als het woord kip is, dan tik ik op mijn Dabuka. Uit een kip komt een ei. En voor een ei heb ik een schutei. Dus als het woord ei is, dan schud ik met mijn ei. Uit een ei komt een kuiken. En daar gebruik ik het woedblok voor. Kuiken. Na het kuiken komt de haan. En daar gebruik ik de vibraslap voor. Dat is de haan. Ja? Dan ga ik proberen of ik dat kan spelen terwijl het liedje aan de gang is. Nou, pak ook maar een instrument. Of pak maar een voorwerp. En als je niet vier voorwerpen kunt vinden, 1, 2, 3, 4, dan gebruik je er maar één voor allemaal. Of je doet één instrument voor de kip en het ei. En het andere instrument voor de haan en het kuiken. Alles mag, als je maar muziek blijft maken. Ja, daar komt ie. Ik ga het proberen. Uit een ei komt een kuiken. En dat kuiken wordt een kip of een haan. En dan begint het weer van vooraf aan. Oeh, dat was spannend, maar wel leuk. Nou, daar gaan we. Ik doe hem nog een keer. En ik zing hem ook weer mee. Als ik hem niet zing, of ik toch het instrument kan spelen. Uit een, komt een. Uit een, komt een. En dat wordt een, of een. En dan begint het weer van vooraf aan. Dat is ook leuk. Dat kan ook als ik het liedje in mijn hoofd zing. Dus ik zing helemaal niks meer met mijn mond. Maar ik hoor hem in mijn hoofd. En dan doe ik het met instrumenten. Zullen we dat nog een keer doen? Doe je mee? Kuiken wordt een kip of een haan en dan begint het weer van